Deze nieuwsuitzending gaat over Matteüs, dat is het eerste evangelie van de vier. Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes. Het gaat over het eerste evangelie, daarvan het 23e hoofdstuk. En daarvan het 9e vers. En dat 9e vers is één regel. Je zou kunnen zeggen, dit is een aforisme. In één zin zeg je heel erg veel. En dat is knap. Vooral als het waar is. Of een aperte leugen, dat kan ook, hè? Je kan in één zin een aperte leugen uiten. En als dan de mensen erover na gaan denken van, wat zeg je nou? En dan ontdekken ze dat het een aperte, dus een overduidelijke leugen is. Dan moeten ze lachen. Dan moet je er even over nadenken en dan weet je dat het een leugen is. Je hebt ook aforismen en dat behelst de waarheid. Snap je een beetje waar ik naartoe wil? Ik heb voor vandaag gekozen voor Matteüs 23, dan vers 9. Die lees ik even als eerste voor uit de officiële vertaling. En dat is van de King James uit 1611. Zo'n boek kost €7,95 als je mazzel hebt, zoals ik, gloedje nieuw, hier in de, is dat de Koningsstraat. Die boekwinkel heet De Fakkel. Dus dan kan je zo, als je de Fakkel Arnhem intypt, Bijbel, boekwinkel, daar ligt die. Daar staat, and call no man your father upon the earth, for one is your father which is in heaven. Ik wil hem nog even voorlezen zonder het schuinschrift. En dan krijg je deze frase. And call no your father upon the earth. Dubbele punt. For one is your father which is in heaven. De Statenvertaling, de Nederlandse, die zegt, en gij zult niemand uw vader noemen op de aarde, punt komma, want één, met een hoofdletter E, één is uw vader, namelijk die, met een hoofdletter D, in de hemelen is. Ik zou hier Heidegger bij kunnen halen. Want wie is dan onze vader? Als die hier op aarde niet te zien is. Wie is dat dan? Ik geef je 20 seconden. Wat kunnen ze hier bedoeld willen hebben? Daar gaat het om. Dit zijn de geschriften. Dit is opgeschreven tussen het jaar, grofweg, het jaar 30 en het jaar 100 in. Rondom het jaar 70. Het eerste evangelie. Wie is dan onze vader? Ja, die is in de hemelen. Ja. Dus die is alleen maar in gedachten. Ja. Die komt naderbij. Maar denk er goed over na. Mensen hebben dit niet geschreven voor de kat zijn achterpiemel. Het is goed.
goed om erover na te denken voor jullie zelf. Dan kan ik in één keer het antwoord gaan verklappen. Maar dan race ik onmiddellijk door naar Martin Heidegger. Ja, en dan wordt het pas echt ingewikkeld. Dan krijg je de logische onderbouwing voor deze uitspraak. En Martin Heidegger, die heeft mooie faam gemaakt. Is weggezet voor antisemiet. Nou, dan weet je al dat je goed je best hebt gedaan. Want hij was helemaal geen antisemiet. Hij leefde samen met een vrouw. Volgens mij was hij monogaam. Ik heb nooit gehoord van stoute avonturen à la Jean-Paul Sartre. Want die heeft dat wel gedaan. Die heeft in de rondte gewipperd. En Martin Heidegger, die woonde samen met Hannah Arendt. En dat was een Joodse vrouw. Die geeft voor dit vers de onderbouwing. Martin Heidegger, zijn logische antwoord is dat het begin van alles, dat is niet iets. Als er iets het begin is van alles, dat kan niet. Dat wordt een puinhoop. Even kijken, Heidegger was... Ik ga hem er even bij pakken. Ja, dat was... Ja, Heidegger, precies, dat is van de tijden van de Tweede Wereldoorlog. Dus in het begin van de 20e eeuw had je de Nederlandse man, en die heette Gerardus, of Gerard Heijmans. Die heeft ongelooflijke een slachting veroorzaakt onder al dat iets denken. Formeel gesproken. En Heidegger is daarop door, ja, die hoefde dat niet meer. Dat was al gedaan door die Hollander. Hij moet het werk gekend hebben. Einführung in de metafysiek. Inleiding in de metafysica. Dat moet Heidegger gekend hebben. Want het is gepubliceerd in het Duits. Wat Heidegger zegt, dat hij de andere kant op wil denken. En zijn vraag is: waarom is er iets en niet veel eer niets? Waarom is het niets niet het issende? Kan je helemaal in je broek piezen van het lachen. Ik heb mijn dochter er ook ongelooflijk buikkrampen van het lachen mee bezorgd. 1 keer. Dat was niet omdat ze inzag dat het een leugen was. Het was omdat ze het helemaal niet begreep. En wel de woorden, ze kon de woorden wel verstaan, maar ze kon de intentie van de zin niet creëren. Hoe ze het ook maar probeerde. Want ik begrijp hier echt helemaal niks van. Hoe ik het ook probeer, dit is niet te begrijpen. Precies, daar gaat het over. Dat wat de wereld veroorzaakt en wat er zal zijn als het uitveroorzaakt is. Het is in feite een rapture wat er gebeurt. We zijn hier op deze aarde gedonderd als Arnold Schwarzenegger in de Terminator. En dat houdt op een dag op. Dat staat vast. Dat staat niet in het boek Openbaring, by the way. Ik denk dat de Bijbel, dit hele mooie boek wat ik nu in beeld heb, wat jullie zo kunnen kopen voor €7,95 bij de Fakkel in Arnhem. Bel je even op, daarna gaan we samen een biertje drinken in Café de Wacht. Ontmoet je nog eens wat echt saaie mensen. En wat hierin staat, is dat
die oorzaak... Oh, even over de openbaringen. In het boek Openbaring, daar wordt de Armageddon in beschreven. Dus er komt een Armageddon aan. Wanneer die komt, weet ik niet. Niet belangrijk. Ik kan je wel vertellen dat als die Armageddon komt, dat iedereen weet dat de Armageddon gekomen is. En niet meer van die zielige kleine oorlogjes zoals met D-Day, waarin ze mannen in hopeloze situaties met opzet tegen de mitrailleurs instuurden van ga maar kogels vangen met je gouden tanden. Om het maar zo grof mogelijk te zeggen. En niet van die kleuteroorlogjes. Zoals de Eerste Wereldoorlog met die gifgasaanvallen. Dat slaat helemaal nergens op. Pussygedoe. Nee, de Armageddon, dat wordt hem. En die komt eraan. Kwestie van tijd. En na het boek Openbaring, want in het boek Openbaring wordt gesproken over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Daar spreekt Christus ook over trouwens. Nieuwe hemel, nieuwe aarde, Christus komt terug, hoppakee. En zo gaat het zijn. Tenminste, dat denken wij sinds 2000 jaar. En niemand heeft in de gaten wat er aan de hand is. Nee, maar dat is goed nieuws. Oh, ik lach me eigenlijk kapot. Ik heb vooral medelijden met die mensen die zich van nature... Ja, en hoe ze dat voor elkaar gekregen hebben, weet ik niet. Maar zonder Bijbel te lezen zijn ze eigenlijk wel kek. Okidoki. Dat zal als Christus terugkomt, als de Armageddon komt, dan komt het onderscheid. Joh, dan lopen die denk ik niet zoveel gevaar, hoor. Die staan aan onze kant, in ieder geval. Voor zover er een ons is. Hè? Waar ik deel van uit mag maken. Ja, het leven is hard. Maar gelukkig ook onrechtvaardig. Niks om over te treuren. Als je de Bijbel leest, dan lees je als het ware de oorlogsvoering, handleiding van 2000 jaar geleden. En hoe deden wij 2000 jaar geleden oorlog voeren? Nou, door ons te houden aan het woord. Nou, als je nou aanneemt, dat wat ik net vertelde over Heidegger, dat taalkundig niet te weerleggen is. In de taal kom je er niet mee. Als je Heidegger wil weerleggen, dat lukt niet. Dat kan niet. Iemand als Ludwig von Wittgenstein, die heeft ook van die uitingen gedaan. En daar zijn er enkele, nou, in ieder geval één, is te weerleggen. Ik heb hem namelijk weerlegd. Heidegger niet. Heidegger zegt dat je hebt de voorstelling, de harde werkelijkheid, de objectieve werkelijkheid. Dus als je iets loslaat, dan valt het omlaag. Dat is de definitie van loslaten en omlaag. En gewicht natuurlijk. Dus als je een heliumballon hebt en je laat hem los, ja, dan gaat hij omhoog. Maar je hebt een luciferdoosje of een kippenveer. Die kippenveer die gaat omlaag. Je kan een turbulentie hebben, dan gaat die kippenveer even omhoog en daarna gaat hij omlaag. Dat is de harde werkelijkheid, de objectieve werkelijkheid. En in die objectieve werkelijkheid kan je meten en van alles gaan zoeken. En dan vind je ook oorzaken. Dat is heel belangrijk voor ons, dat wij oorzaken kunnen vinden. Dus als je AIDS hebt, dan is de oorzaak daarvan HIV. Dat is een gedachte, dat is een hypothese. Die in mijn ogen nog nooit bewezen is. Maar iedereen houdt van zo'n oplossing. Dus dan doen we er allemaal maar aan mee. Ik heb nog nooit...
een oorzaak-gevolgrelatie bewezen gezien vanuit de statistiek tussen HIV en AIDS. Los van het feit dat ik nooit een definitie heb gezien van wat AIDS nu eigenlijk precies is. Maar voor de rest, als je in een auto geen benzine stopt, dan rijdt hij niet. En als je er benzine in stopt, dan gaat hij plotseling rijden. Dus dan is die benzine de oorzaak van het feit van die beweging. Dat lijkt me nogal wieders, trouwens. Want benzine heeft een heel veel energie en die chemische energie die wordt omgezet in in bewegingsenergie, sorry. Of in elektrische energie, want dat doen ze tegenwoordig. En dan gebruiken ze benzine of wat er maar op lijkt. En dan maken ze elektriciteit van, dan slaan ze op in allemaal accu's. Via het stroomnet. En dan gaan ze dat elektrisch in die auto's doen en dan gaan die auto's... Het is nog steeds omzetten van chemische energie in bewegingsenergie. Dat is oorzaak en gevolg. Zo werken dingen. Je hebt een hond en dan ga je mee om alsof het een hond is. Ja, dan wordt het een hele leuke hond. Die denkt, oh, ik ben hond. Je hebt een hond en dan ga je mee om alsof het een mens is. Ja, dan ligt de lat te hoog voor die hond. En dan doet hij hap hap. Ja, dat is oorzaak en gevolg. Dat is de werkelijkheid om ons heen. En de oorzaak van die werkelijkheid. Wat kan dat zijn? Piet? Gerard? Tante Marieke van de achterburen? De vrijmetselaars? De farao's van Egypte? De aliens? Van, weet je weer? Die gekke Duitser met zijn ancient aliens. Waren de goden cosmonauten? Ja, dat is te stom voor woorden. Ja, dat kan helemaal niet. Iets kan niet de oorzaak zijn van iets. Dat kan niet. Want waar komt dat iets dan vandaan? Huh? Ja, het is, als iets de oorzaak is van iets, ja, waar komt iets? Het eerste iets vandaan. Dat los je toch niet op. De enige logische oplossing is dat niets de oorzaak is van iets. En dat niets, je mag je ook zeggen niemand. Want er is zoiets als een mens. Hè? Daar is Martin Heidegger zich ook heel erg bewust van. Dat mensen het vermogen hebben tot da-zijn. Er zijn. Iets wat je van een steen niet kan verwachten. Of van een olifant. Of whatever, een worm of een plant. We hebben een beperkte dasein. Wij stijgen er ver bovenuit. Dus je kan dat niets, kan je ook niemand noemen. En dat is best een mooie naam voor God. Maar God is ook een mooie naam voor God. Heren, heren is een mooie naam van God. Wat dan meer? Mijn vader of onze vader. Dan kan je de term mijn vader gebruiken in een gezelschap van onzekere. Onzekerheid, op zijn Latijn is dat infidelius.
Want Fidelius, Fidelius, dat is zekerheid. Hè? Wij kennen dat in het Nederlands met het woord fidele kerel. Oh, dat is een fidele kerel. Of, oh, dat is fideel van je. Je hebt iets van iemand geleend en je geeft het terug en je geeft er nog wat rente bovenop. Want je hebt het toch 10 jaar lang geleend. Oh, dat is fideel. Het vertrouwen is dat. Zekerheid. En de infidelen, dat zijn de onzekeren. En die zijn bang voor hun hachje. Ja. En die noemen Miley Cyrus hun vader. Ja. Of zo. Of Maria. En daar zit een groot punt in. Ja. Met die onzekeren. Dus bij onzekeren kan je dan spreken over mijn vader. Ja. Je kan zeggen, de vader van Jezus. Maar dan kom je weer terug op Lord, Lord. Wat moet je dan zeggen? Het niets gaat het om. Niets. Probeer het eens uit in een gezelschap. Als iemand weer zo ongelooflijk loopt te ouwe hoeren. Niets of niemand. En dat begrip vader, dat wordt gebruikt. Hè? Dat niets, dat krijgt de etiket vader. En zijn er mensen die zeggen, ja, dat is seksistisch. Want je hebt toch ook vrouwen? Waarom is God dan niet vrouwelijk? Nou, het punt is, we hebben het over niets. Als je zegt, mijn vader, kan het onze vader, als je dat gebed bidt, hè? Onze vader die in de hemelen zijt, echt aan te bevelen. Niet vaker dan 1 keer per dag. Tenzij in tijden van grote nood. Onze vader, daarmee refereer je aan het niets. En vrouwen kunnen dan zeggen, ja, onze moeder, ja, dan is onze moeder dus niets. Wat maakt het nou uit? Eén van beiden moet het zijn. Anders krijg je 5 tinten grijs. Ah, en we kiezen ervoor, voor het woord vader. Maar vader betekent ook voeder. Nou, maar tegenwoordig, maar die feministen, die verdienen hun eigen geld wel. Nou, helemaal niet. Al die feministen die werken voor de overheid. Dat zijn communisten. En dat werkt net zo lang totdat de enige belasting die de overheid nog binnenkrijgt, die komt van de eigen ambtenaren. Ja, dan is het afgelopen. Dan zijn we in 1 keer van al die feministen af. De man. Dat is het klassieke model en dat werkt rete goed. Mannen, die, als je die niet laat werken, dan gaan ze naar de sportschool. En dan kosten ze alleen maar geld. Je kan veel beter je man laten werken. Dan gaat hij met het openbaar vervoer, dan moet hij trap op, trap af. En dan hollen voor lijn 16. Ja, dan is hij de hele dag lekker druk bezig. En dan komt hij 's avonds helemaal bezweet thuis. En dat geeft voeding. Hè? De vader en de voeder. De vader is ook die ons voedt. We hebben ook helemaal geen voedingsprobleem. De hele tijd loopt de familie Bush, die loopt weer ruzie te maken met de familie Bin Laden, zogenaamd. En dan heb je hier weer een oorlog. En dan komt de Hillary Clinton erbij. En die zegt, ja, maar volgens mij moeten we in Libië toch ook vrede gaan stichten.
Ja, die zijn wat doden gevallen, maar ja, wat maakt het uit? Iedereen gaat toch dood? Het is om je te bescheuren. Ja, wat een slechte toneelvoorstelling is deze wereld. Maar de aarde die geeft ons voeding. Het zal altijd zo zijn. De enige reden waarom we niet te eten zouden hebben is omdat wij niet het land bewerken. En daarom heb je niks te eten. Ja, of je gaat gras eten als een koe. Maar dat kunnen we niet. We hebben dat echt nodig. Dat gebeurt momenteel niet. Niet zo reuze. Ik vind het beperkt. Ik zie er wel wat meer ruimte in. En dan die mensen in Afrika die nog honger hebben. Of weet ik veel waar. Weer eens wat gebeurd is. Dat is altijd met oorlog. Is die katholieke kerk is weer eens bezig. Ik helemaal verdwaasd. Dat is een leuke. Hun maken die mensen allemaal zo arm als de neten. En wij mogen gaan bijdragen om die mensen te helpen. En dan gaan die katholieken intussen door met het volgende project. Wat hebben ze nou weer verzonnen? En dan kunnen we daar weer gaan hulp verlenen. Jeetje kreetje, man. Wat een leuke opdracht. Ik noem dat dweilen met de kraan open. Wat gaan ze nou weer verzinnen? En wij dienen daar vrolijk onder te blijven. Maar niet zo zeuren. Want anders ga ik een Jantje mop vertellen, hoor. Kijk, die ene die jouw vader is, dat is het niets. Dus die noem jij, dus het niets noem jij jouw vader. Jij wordt gevoed vanuit het niets. Snap je nou? Daar komt jouw voeding vandaan. Je voedsel wat je in je mond stopt, dat is leuk. Maar dat, ik weeg al sinds jaar en dag 61 à 62 kilo. Dus al dat voedsel wat ik erin heb gestopt, dat is er allemaal weer uitgegaan. Er is ook een voeding die jou constitueert met jouw hele lichaam. Dat is jouw voeder. Jouw echte voeder. En die voedt jou. En dat voedsel wat je krijgt, daar groei je alleen maar van. En je moet gevonden worden door die man. Man betekent niets meer dan denker. Het woord dat komt uit het Sanskriet of Pali. Van het woord manas, waar wij het woord mens van hebben. Man is denker. En die denker die denkt aan jou. Die denker is op zoek naar jou. En jij kan hem niet vinden. Dat is onmogelijk. Wiskundig, speltheoretisch, onmogelijk. Want je kan het niets niet vinden. En veel van mensen doen dat. Die hebben dus niets gevonden in de zin van een Mariabeeld. Ik ook een vrouw en die zei, ik geloof wel in het iets-isme. Dat er iets is, ja. Maar het is niets wat je gevonden hebt. En dan niets in de andere zin. Je hebt niet het gevonden. Want het moet jou vinden. En dan maak je contact met hem. En dat is meestal een moment van zuivering. Catharsis heet dat op zijn Grieks. Kataren, dat
dat was de groep die zich dat besefte. Dus als het niets, God dus, onze Vader, als die jou gevonden heeft, dan een catharsis, dat is een zuivering in tranen. Mensen, en de traan is niet per se heel erg vervelend. Dat kan ook zijn tranen van het lachen. Als je weet dat hij jou gevonden heeft. Als jij dat weet. Een zuivering is het. Want als hij jou gevonden heeft, dan weet jij dat zijn woord waar is. Zolang je niet weet dat zijn woord waar is, heeft hij jou niet gevonden. En hij is hartstochtelijk op zoek naar jou. Dit zijn de oude woorden van onze voorvaderen. En als je dit, Matteüs hoofdstuk 23, vers 9. Als je dat met platte voeten overtreedt, als je hier recht tegenin gaat, wat krijg je dan? Denk er even over na. And call no your father upon the earth. En dan die andere is dan for one is your father which is in heaven. Die laten we even weg. Hè? Alleen dat eerste stukje. And call no your father upon the earth. Alleen dat. Dan halen we die no. Die kan je niet zomaar weghalen. Want dan krijg je and call your father upon the earth. Dus dat kan niet. Dan hou je niks over. We gaan hem binnenste buiten keren. Dat is taalkundig onderzoek. Denk met me mee. Dan moet je zeggen, want no betekent er is geen x waarvoor geldt. La 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 la. Als je die negatie weghaalt, dan hou je over, er is een x waarvoor geldt. Dus dan krijg je op zijn Engels, and call someone. Of a. And call someone your father upon the earth. Nou, heb je dit binnenste buiten gedraaid? Ja? In de King James staat, and call no your father upon the earth. En de omdraaiing is, and call someone your father upon the earth. Ik zie geen andere ontkenning. Dus als je dat woord no weghaalt, dan hou je niks over. En call your father upon the earth. Ja, wat is dat dan weer van onzin? Heb ik dan een mobieltje of zo? Die kan niet. En die andere is someone. Your father upon the earth. Zijn jullie het met me eens? Interessant, niet? En wat gebeurt er dan? Of liever gezegd, wat is er gebeurd toen wij personen vader gingen noemen? Ja, ik laat even stilte vallen, want dat is gebeurd. Vergeef mij, vader, want ik heb gezondigd. Ja, maar Perry, dat doen we niet meer hoor, want het is niet meer verplicht. Nee,
Het was verplicht. Het was verplicht om tegen Matteüs 23 vers 9 in te gaan. Mensen werden gedwongen om dit... Ik ga helemaal stotteren. Deze ene regel te overtreden. Die mensen werden gedwongen om mensen hun vader te noemen. En het absoluut Babylonische, sprakeloze stupiditeit van de Heilige Vader. Wat is dat dan weer? En dan kan iedereen lekker aan meedoen, hoor. Je denkt van, ja, ik ga naar de kermis en dan raak ik al mijn geld kwijt. En aan het einde van de rit zit ik als gescheiden man achterin drie ogen bij een of andere hospita. En mijn wijf heeft al de poen en die ziet de kinderen elke dag. Die kinderen die worden helemaal gek en die ene heeft anorexia. En ik zit een beetje tandig naar ze toe te kijken vanaf mijn balkonnetje. Zeur, zeur. Dat is je eigen stomme schuld. Jullie hebben dit niet begrepen. Domboos. En niet tegen jullie, niet naar me luisteren. Maar is het even te repeteren voor jullie dat je dit op deze manier over Matteüs 23 vers 9... En dan ga je dat lekker invrijven. Als je weer eens op zo'n verjaardag zit en iemand begint over het homohuwelijk. Yep. En wie is er ook alweer voor? Dan moet je gelijk zeggen, als ze beginnen over het homohuwelijk. Ze zegt ja, want de paus is er ook voor, hè? En dan zegt zo iemand ongetwijfeld ja, want de paus is de Heilige Vader. En hebben ze te pakken. Afmaken die handel. And call no your father upon the earth. Dat begrip voeder, dat is niet... Dat is gereserveerd. Het komt uit het niets. Na, 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 na. En wat gebeurt er dan met die katholieke kerk? Wat heb je er nou van gezien? Moet ik dingen er nog bij pakken van bij de vrucht weet gij de naam. Zo. Wat is de vrucht van het overtreden van Matteüs 23 vers 9? Ik geef jullie 20 seconden. Wat van vrucht? Wat van vrucht hebben wij gehad van de Vietnamoorlog? Ik geef 20 seconden. Die film Apocalypse Now? Is dat eindelijk de dierhunter? Het is verschrikkelijk om bij stil te staan. Maar dat is de vrucht van de Vietnamoorlog. Ja, plus die andere Platoon heb je nog. En een Full Metal Jacket van Stanley Kubrick. Ja. Een aardige film is. Ik vind die films wel aardig. Maar heb je daar een oorlog voor nodig? Huh? Om leuke films te maken? Oh, dat wist ik niet. Ik dacht altijd dat oorlogen en in de tijd van oorlog, dan wordt er meer geïnvesteerd in de industrie en dan krijg je innovaties van. Toen dacht ik van, kan ik me niets bij voorstellen. Inmiddels niet meer. Maar ik ben wat ouder geworden en wat wijzer. Nou, dat komt van die man die wij onze vader noemen. Ja, en wat moet je ermee? Jij dus, hè? Jij hebt je hele leven lang... heb jij dus iemand... jouw vader genoemd op deze aarde. Dat heb jij gedaan.
Tenzij je, net als ik, weet dat het niet klopt. Maar ja, ik ben dan slimmer, Rick. Maar jij hebt dat gedaan. Of, ik praat nu even niet even persoonlijk tegen jou, maar iemand anders, hè, waarmee je dan praat. Als je mijn volgeling bent, dan spreek je dit gewoon door. Dan zeg je, jij hebt dat gedaan. Jij hebt iemand op deze aarde je vader genoemd. Gezien. En dat moet je niet doen. Zelfs je biologische vader is maar zo, zo, zo. En natuurlijk mag je die vader noemen. Wij hier in op zijn Nederlands, wij hebben dat woord pap. Dus ik noemde mijn vader altijd pap. Ik zei niet vader. Want hij was mijn vader niet echt. Niet mijn voeder. Dat moest ik zelf doen. Dus mijn pap, die zei tegen mij van, ja jongen, waar jij mee bezig bent, ik snap er helemaal niks van. Ja, hij is ook mijn pap. Een geweldige vader voor mij geweest. Alles dankbaar. Maar hij is niet mijn vader. Hij is niet waar ik mijn voeding vandaan krijg. Mijn biologisch sociologische vader. Denk ik niet zo leuk aan zijn einde gekomen. Onder de morfine. En niet het doen, man. Hij was een bikkel, hoor, qua consumptie van materialen, maar al die morfine erin. Ja. En de mensen die dus de paus als vader zien, die... De meesten zijn zich dat niet, die zijn daar niet van bewust. Zijn zich er niet van bewust. Want momenteel 98%. En mensen denken, ja, ik ben atheïst. En ik ga er recht tegenin. Ja, atheïsten zijn ook van de paus. Als je de paus alleen al accepteert, van ja, de paus mag er ook zijn. Ach, er zijn mensen onder ons en die overtreden Matthäus 23, vers 9. En daar gaan we gewoon mee om, hoor. Want hun gaan dan wel naar Rome en dan gaan ze bloemen sturen of whatever, voor urbi et orbi. Ongelooflijke satanistische bullcrap. En het is helemaal niet leuk. De Vietnamoorlog hebben we gehad. Die aanslagen van 11 september hebben we gehad. De aanslagen van 7 juli 2005. En dat is 777. Het is de zevende dag van de zevende maand. En dan 2005, die tel je bij elkaar op. Dan krijg je ook een 7. En waar die mensen het om gaat, is ons af te houden van deze waarheid. Van nee, het is helemaal niet waar dat ze 2000 jaar geleden al een hekel hadden van ons volk. Nou, het is wel waar dat wij 2000 jaar geleden al hekel hadden aan hun volk. We hadden ze allemaal af moeten slachten en dat is helaas niet gebeurd. En waarom niet? Nou, omdat wij meededen. Homo's. En daarom zijn ze nog in leven. Als wij per nu
ons gaan houden aan de 10 geboden en even stilstaan bij Matteüs 23 vers 9 allemaal, dan is het afgelopen. Is het helemaal voorbij. Is misschien wel het einde van de Armageddon. Of het begin. Want dan is het onderscheid daar. Tussen idioten en mensen die proberen na te denken. Nur das Versuchen. Alleen het proberen. Is genoeg. En angst is een slechte raadgever. Wees bereid te sterven. Wees een strijder. Christus is ons voorgegaan en op zijn 33ste heeft hij het heel netjes aangekondigd. En van, hallo, ja, niet huilen en zo. Ik ga eventjes wat doen, want dat is erg belangrijk. Dat heeft hij gedaan. In elk geval, mensen waren er in die dagen en die dachten dat hij dat had gedaan. En die mensen die dachten dat hij heeft van tevoren gezegd, jongens, morgen ga ik eraan en dan is het bye bye monkey en geloof me nou maar, dat is wat ik zal doen. Of zal gebeuren. En hij heeft dat uitgevoerd. En dat moet jij ook doen. In die zin dat je, ja, je hoeft niet zoals Jezus aan het kruis te gaan hangen. Dat bedoel ik niet. Dan kom je op dat jezuïtische dogma van oké, dan ga ik net als Opus Dei, ga ik mezelf geeselen. Ja, dat is onzin. Je kan jezelf er ook aangeven, dus aan het kruis gaan hangen. Door, ik denk even aan jou, dat jij een moeder bent, zo'n heel gezin en allemaal van die kakelaars en het oude hoert alleen maar. En het proeft niet eens hoe de kippensoep smaakt. Kortom, stel ik jij werkers. Op zijn Brabants gezegd. Hè? Dan hang jij aan het kruis, sterf. Dan komen ze tot inzicht. Denk je alleen maar, heren, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Lachen, jongen. Echt, ik serieus. Ik zweer. Je kan ongelooflijk lachen als je afscheid neemt van al je bezittingen. Dat het allemaal niet meer van jou is. Je hebt zo'n paar dingetjes, denk ik van, nou, het is natuurlijk echt wel, ja, die heb ik wel heel graag. Hè? Ik bedoel, sieraden heb je niet nodig. Je hebt het allemaal niet nodig. Allemaal weg te mee met die rotzooi. Je neemt van alles afscheid. En dan hoef je het niet te verkopen op marktplaats. Nee, ja, gek. Het mag gewoon in je huis blijven staan. Snap je dan? Ja. Dus die rommel van jou, hè, die op marktplaats nog zoveel opbrengt, die laat je gewoon in je huis staan, maar het is niet meer van jou. Je neemt afstand van die bezittingen. Daar zit hij in. En dat is het loslaten van je angst. Want die materie, die ga je vergaren vanuit angst. Denk er maar even over na. Ik ben eigenlijk een beetje bang. Ik wil een nieuwe gitaar of ik wil een nieuw dit. Of ik ben een beetje bang. Maar je wil helemaal niks. Want je bent niks. Jij bent het evenbeeld. Je bent geschapen naar het evenbeeld van niks. Dat is het antwoord. Hallo, heb ik wat gedaan? Sorry. Hoe staat dat dan in de computer? Nou, er klopt helemaal nooit niks wat van.
En een beetje vriendelijk lopen doen tegen de belastingambtenaar. Wat kan je gebeuren? Een beetje meewerken. En als ze dan zeggen van ja, je hebt een uitkering en je moet nu wel schoonmaakwerk gaan doen. Gewoon lekker gaan doen. Maak het je uit. Is dat leuk? Ontmoet je weer andere mensen. Als die vrijheid van denken. Sorry, ik had ik. Die vrijheid van denken die erin moet. En dat doe je zo makkelijk. Dat kost je geen energie. Omdat God dat wil. Niets wil dat. Niets wil zichzelf vermenigvuldigen en komt terug tot niets. Het begin was niets en het einde is niets. Dat is God. En die wil zoveel mogelijk meemaken. En dat doet hij middels jou. En doet hij ook middels duiven, middels bomen. Dat is God zijn ding. En wat God wil, dan hoe los je dat op? Dat gedonder tussen mannen en vrouwen. Want dat heeft hij erin gesmeten. De lullo. Hey, gezellig is dat. Ik ben uitermate tevreden over niets. Dat staat al in de Bijbel. Dat is ook best wel kut. Want, kijk, als je de Bijbel. Even bijkomen van lachen. Kut. Maar even serieus. Als je de Bijbel begrijpt. Als je door de Genesis heen komt. En de rest. En dat je erbij stilstaat. Je kan de Bijbel niet doorrauschen in één leven. Dus je moet het stukje voor stukje pakken. En het is ook wel verstandig om naar een Bijbelclub te gaan. Met mensen waarvan je denkt, nou, die vind ik wel aardig. Die maken lekkere thee. Dan ga je er ook langs. Dan ga je zo'n Bijbelclubje en dan ga je samen iets lezen. En als je dat doet, dan hebben al die andere media-uitingen een oppervlakkigheid gekregen. Dat je denkt van gadverpoep. De diepzinnigheid van de Bijbel, als je die dan, als je erin gaat, je moet dat durven. Je moet dat lef hebben om het te begrijpen. Als je die diepzinnigheid trekt, dan verandert de rest van de media tot oppervlakkigheid. En zie je het beeld. Namelijk dat jij een lam bent omringd door wolven. En hoe ga je deze puzzel oplossen? Ik geef je 10 seconden de bedenktijd. Ga naar puzzels.com, ga je brein lopen trainen. Je bent een lam omringd door wolven. En nu? Nou, ja. Ben je er al achter? Hoe ga je dat oplossen? Straks krijg je een democratie. Dat is leuk. Dan gaan de wolven overleggen wat ze zullen eten voor de lunch. En jij mag meestemmen. Je hebt 9 wolven en jij bent het ene lammetje. En iedereen heeft honger. En die wolven zeggen, wat gaan we eten voor de lunch? Maar je mag wel stemmen. Ja, jij wordt gegeten natuurlijk. De democratie is verschrikkelijk. Dat is van Satan. Dat is van Babylon.
Dat maakt jou kapot. Dat is niet zo erg. Want jij blijft in leven. Als je maar een lam bent, omringd door wolven. Want dan ben je een kind van God. Jij zal nooit iemand kwaad doen. Jij zal altijd de waarheid betrachten. En heb je maar een gebroken linkerbeen, en dan kan je momenteel eventjes niet mee met de zomerwandeling naar Schiermonnikoog. En ben je moe en ben je niet officieel ziek, dan feins je maar een ziekte. Verzin wat. Postnatale depressie, wat maakt het jou uit? Kijk, die homo's van die nieuwe wereldorde, die hebben dan een contract met Satan. Dat is een andere manier van denken waar ik absoluut niet voor ben, want ik vind het absolutely boring. Vervelend gedoe wat ik ook heb meegemaakt tijdens het douchen na de gymles. Jongens in een blote kont die vrolijk gaan lopen doen met een stukje zeep. Bah. En dat dan geëxtrapoleerd. Dat heet een nieuwe wereldorde. Jeetje, mijn kreetje. De hele meuk gaat eraan. Het antwoord is overigens, ik ga afsluiten hoor. Even kijken of ik... Een seconde allemaal. Dus ik niet denk dat ik helemaal gek geworden ben. Ja, als je tegen het uur moet gaan afsluiten. Kijk, je hebt met niemand iets te maken. Dus je hebt met God iets te maken. Je hebt met niemand iets te maken. Je hebt met God iets te maken. God, dat is de zevende letter van het alfabet, de G. En dan de vierde, dus 7-4. En het is belangrijk om te beseffen dat in ons schrift, als wij een 4, het cijfer 4 tekenen, dat is hetzelfde symbool als de 7. Is je dat opgevallen? Je tekent een kruis. Zo'n twee lijnen. En dan heb je nog één lijntje te zetten. Dan maak je een 4 van of een 7. En dat is het woord God. En dat woord was bij God. God vond het een goed woord. Ja, ik ben 4 en 7. Niet een hakenkruis, want dat is een octogonaal. Octogonaal. Dus. Rekenkunde. Met taal. En dat is het woord van God. En hij heeft toch het voor elkaar gekregen om die koning Jacobusbijbel van 1611 in de wereld te laten slingeren. Die je hier om de hoek kan kopen bij de fakkel in de Koningsstraat. En als je mij even mailt, dan kom ik langs. Dan gaan we een biertje drinken in Café de Wacht. Of in een streetcafé. Wat kan je nog meer doen? Als je het over Matteüs 23, vers 9 hebt. Ik heb het erover gehad dat dit klopt, metafysisch. Want onze Vader is niets of niemand, taalkundig gesproken. Die heeft geen eigenschappen.
Onze Vader is de oorzaak van het begrip eigenschap. Jij bent zo lekker, je loopt in de rondte met je lekkere billen en je lekkere, whatever, dan ben je over straat zo. En dan zie je al die mensen om je heen en denk je, oh, die heeft die eigenschap, die heeft die eigenschap. Ja, maar waar komt dat vermogen vandaan dat jij ziet wat voor eigenschappen ze hebben? En dat is niets, dat is God. En dat is degene die jou voedt. En als je niks doet, ja, wat zou het hem interesseren? En wat hij wil is goed. Het is noodzakelijk, het komt eraan. En wij zijn zo dom om met die Babyloniërs in zee te gaan. En gaan we het homohuwelijk, gaan we voorstemmen. We gaan ook stemmen over, gaan we nou over de aftapwet. Iedereen mag afgetapt worden. Jeetje. Wat maakt mij het uit? Tap mij maar af. Ik ben toch niet van deze wereld. Ik geloof er niet in. Ik vind grapjes is leuk. Dus ik word afgetapt en mijn gegevens gaan naar wie? Wat heb ik dan gezegd? Ik zeg toch helemaal niks geks. Dat is wel onzin. En jullie ook niet. Gewoon geen gekke dingen zeggen. Als je dat spreekt wat correspondeert met de werkelijkheid, tussen aanhalingstekens, wat jij dan denkt dat de werkelijkheid is, dat heet een getuigenis. Ja. Dat mag toch altijd. Ja, ik bel je even over Skype, want mijn frituurpan is in de fik gevlogen en die staat te branden en wat moet ik doen? Dat mag toch, dat is een getuigenis, er is niks aan de hand. Maar maakt het uit dat andere mensen daarnaar luisteren? Wat uitmaakt is dat wij de paus de Heilige Vader noemen. Wij overtreden Matteüs 23 vers 9. Het is echt een opdracht om niemand op deze aarde je vader te noemen. Een slecht idee. Want dan is een iets de oorzaak van iets. En dat kan niet. En dan krijg je alleen maar gekkere dingen van. En het eindigt bij Maria, verering. Maria, you come and see her. Kennen jullie dat liedje? Maria, verering. Semeritas. Dat beeld wat in New York daar staat, dat heet het vrijheidsbeeld. Dat is die vrouw, de moeder van God. Oh, en een viespeuk is er nou, zeg. Nou, hartstikke leuk dat jullie hierna geluisterd hebben. Ik ben er trots op dat ik dit vers, dat ik met maar één regel heb ik meer dan een uur vol weten te kletsen. Laat je gedachten dwalen en koop je eigen Bijbel. Of ga op internet kijken. Maar ik zou er eentje. En trouwens, die van mij, die van €7,95, die hele goedkope, die wil ik ook wel brengen naar Café de Wacht. Als je mij mailt en zegt dan in Café de Wacht, en dan krijg ik van jou die koning Jacobus, heb je hem. En wat kost jou dat? Dat kost jou je OV-chipkaart, de ellende. Of je woont in de buurt, moet je met de fiets. Ik wil toch
Nou, niet te veel. 2 jenever van 2,50. En dan ben ik pais en vrij. En een beetje kletsen. En dan krijg je van mij het allermooiste boek wat er geschreven is. Een diepzinnig boek. Een boek van jouw voorvaderen. Ergens. Ja. Want op een of andere manier zijn we allemaal een beetje Joods. Dat kan niet anders. Hey, dank jullie wel voor het luisteren. En ik ga zo dadelijk er nog eentje maken. En tot die keer zeg ik tegen jullie tjus. En dag lieverds.